Welk neuswiel is het beste voor mij? Die vraag krijgen we best vaak. En wat voor jou het beste is, hoeft voor je buurman nog niet meteen de beste keuze te zijn. Wat is belangrijk voor je? Gebruiksgemak, kwaliteit of de prijs? In deze video kijken we naar de twee meest gebruikte klemmen voor een neuswiel met buis 48 mm. Waarom zou je kiezen voor een klem met een knekspindel? Een paar handige trucjes, tips en natuurlijk weer een vraag van de week. Een antwoord heb jij vast paraat. Blijf kijken en word de vakman die jij wilt zijn. Mijn naam is Patrick Strijker en ik ben dé online specialist in onderdelen voor aanhangers en boottrailers. En wil jij niks missen? Zorg dan dat je me volgt via de hashtag TrailerPlusTips op al je social media. Zo word jij de vakman die jij wilt zijn. Wanneer je een neuswiel wilt monteren of vervangen, kom je voor de keuze te staan wat je gaat doen. Eenzelfde vergelijkbare of groter, zwaarder, makkelijker, het kan bijna allemaal. Een veel voorkomende maat is het neuswiel met een buis van 48 mm. Maar waar slaat die 48 mm dan op? Dat is de diameter van de buitenbuis. En de twee meest voorkomende zijn 48 mm en de iets dikkere 60 mm. Je kan dat vrij snel herkennen. De buis 48 is vergelijkbaar met een stijgerbuis. De meeste neuswielen met buis 48 kunnen een statische belasting aan van ongeveer 150 kilo. En dat is vaak al meer dan de kogeldruk. Het maakt hierbij dan niet uit of je een stalen of een kunststofwieltje hebt. En de vraag voor deze week is dan ook, heb jij liever een stalen neuswieltje of ga je toch voor kunststof? Laat het me weten in de reacties. Kort, neuswiel staal of neuswiel kunststof is voor mij al heel veel informatie, maar natuurlijk lees ik ook graag je uitgebreide vraag of reactie. Alle tips en suggesties zijn meer dan welkom en ik lees ze allemaal. Je zal begrijpen dat bij een buis 48 ook een klem passend om buis 48 mm hoort. En ook die hebben we in verschillende soorten en maten. Nou ja, maten, de grootste overeenkomst is natuurlijk die buisdiameter. Verder zien we dat het gatenpatroon voor de montage eigenlijk altijd op 105 mm, dus 10,5 cm staat. Dat is een standaardmaat die heel veel gebruikt wordt. Hierdoor kan je dus vaak dezelfde gaten gebruiken. De meest verkochte klem, dat is deze, de A4502. Super kwaliteit voor een betaalbare prijs. En de werking is simpel, maar doeltreffend. Spindel losdraaien, neuswiel laten zakken, spindel vast en met de slinger van het neuswiel de laatste fijnafstelling doen. Maar waarom zou je dan toch kiezen voor een neuswielklem met een knikspindel? Een wat? Een spindel die wegklapbaar is. Heel soms komt het voor dat er iets in de weg zit. Je hebt dan geen ruimte voor een gewone spindel. Dat kan zijn omdat je er langs wil lopen, een disselbak of klep open moet en dat zien we hier. Dat er een dissel in de weg zit en hier past dus echt geen standaard spindel. Dan is een wegklapbare spindel een uitkomst. De voet van deze alcoholklem is van gietijzer en ook net even wat anders opgebouwd dan een standaardklem. De spindel rammelt niet doordat er een verende ring tussen zit. En deze heeft net genoeg spanning dat je de spindel wel kunt bewegen of verzetten. De voetplaat, die is echt wel degelijker dan de standaard plaatstaalklem. Meer boutgaten, dus meer vastzetopties. Maar ook meer oppervlak, dus net wat stabieler. Over het gebruik van de neuswiel en het nut ervan maak ik al eens meer video's. De linkjes daar naartoe, die staan in de beschrijving. Kijk daar straks ook maar even naar, want in een van de video's zit ook nog een hele handige bespaartip. En die is zo simpel dat je het bijna niet gelooft. Maar het werkt echt. Heb je nou last van die uitstekende spindel? Dan kan je dus zeker overwegen om de klem met knikspindel te monteren. Wil je nou weten waar je op moet letten bij het vervangen van het losse wieltje van je neuswiel? Bekijk dan even de video die je nu in het scherm ziet verschijnen. Want daarin leg ik uit waar je op moet letten en hoe het allemaal werkt. Vergeet niet om te abonneren, geef deze video nog even een duimpje omhoog en dan zie ik je graag in die volgende aflevering. Mooi!